Er gaat nauwelijks een dag voorbij of de forensische psychiatrie is in de media. In de specialisatie Forensische Psychiatrie en Strafrecht sluiten we aan bij actuele discussies in het boeiende grensgebied tussen psychiatrie en strafrecht. Tegelijkertijd bieden we ook verdieping en een analyse van de ontwikkelingen. Centrale thema's zijn toerekeningsvatbaarheid, risicotaxatie, stoornis en TBS. Ook wordt ingegaan op neurorecht, een nieuw en zich snel ontwikkelend vakgebied dat de betekenis van de neurowetenschappen voor het strafrecht onderzoekt. Het gaat dan bijvoorbeeld over het nut van hersenscans bij het vaststellen van de toerekeningsvatbaarheid van een verdachte. Mijn naam is Gerben Meijnen, ik ben psychiater en filosoof en hoogleraar forensische psychiatrie aan het Willem Pompe Instituut van de Universiteit Utrecht. We willen studenten graag leren over de grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken en daarbij ook kritisch te evalueren wat wel en wat niet van belang is voor het strafrecht.